Ik ben eigenlijk steeds trotser op NWO. We hebben natuurlijk gisteravond, toen de stukken bekend waren, en vanochtend zitten kijken naar de cijfertjes. En wat ons eerder dit jaar is beloofd, staat nu zwart op wit. Dus we krijgen in 2014 extra middelen van OCMW en van Economische Zaken. Die waren ons in februari al beloofd. En als je nu kijkt wat er verder gebeurt op de Rijksbegroting, ben ik eigenlijk steeds trotser op wat we als NWO met z'n allen bereikt hebben. Kort gezegd, in deze tijd als een van de weinigen erin slagen extra middelen te krijgen voor ons werk. NWO blijft de organisatie die op basis van een strategische visie in staat zal blijven, gelukkig, om excellent onderzoek te financieren. Aan de ene kant de strategische visie, aan de andere kant excellent en relevant onderzoek. Dat betekent in concreto dat we in staat zijn geweest, zijn gebleken het topsectorbeleid in onze strategie te integreren zonder te veranderen, wezenlijk te veranderen van organisatie die passieve subsidies zou toekennen. Die subsidies worden nog steeds toegekend op basis van voorstellen die op kwaliteit getoetst worden. Dus we hebben onze identiteit weten te behouden, maar in een zich moderniserende tijd.